Een gevaarlijk plan. Bob keek Justus vreemd aan. Wat moeten we tegen zo'n boef beginnen? Misschien zijn het er wel meer. Die lui zijn tot alles in staat. Als ze zelfs zo'n enorm skelet in beweging kunnen zetten, kunnen ze nog wel meer, Just. Dat zullen we zien, antwoordde Justus kalm. Maar ik heb intussen wel een plan bedacht. Kom mee. De jongens klommen naar de rand van de groeve. Justus liep naar een plek tegenover de hut van Paul Pimble. Vanaf dit punt hadden ze een prima uitzicht over de hele groeve. De blokhut leek wel een speelgoedhuisje naast het reusachtige skelet. Pieter keek om zich heen. Achter hen strekte zich een kale vlakte uit. Je kunt hier al van ver iemand aanzien komen, zei hij bezorgd. Alleen, er is geen enkele dekking. Je hebt gelijk, zei Justus. We moeten ons verstoppen. Ik ken een oude indianentruc. Pieter schudde zijn hoofd. Konden die onzichtbaar worden dan? Ik weet iets beters. Als we nu eens aan een touw langs die rotsen gaan hangen. Hoewel, dat is heel zwaar voor onze armen. En als ze ons ontdekken, kunnen we geen kant op. Justus wees naar de grond. Luister nou even. We graven ons in. Dat is wat de indianen deden als het gras van de prairie in brand stond. Ze gingen in een kuil liggen en trokken een stuk leer om zich heen. Zo overleefden ze de vuurzee. Bob keek Justus bewonderend aan. Het was een supergoed idee. Niemand zal ons zien. Ja, mopperde Pieter. Maar we kunnen ook niks doen als we in die kuil liggen. We kunnen geen vin bewegen. En wat doen we dan als de dader opduikt? Is dat wel een goede plek? De dader zal zeker op deze plek opduiken, zei Justus. Dat was de laatste keer toch ook zo? Je kunt vanaf dit punt alles goed zien. Ik weet zeker dat hij hier vandaan zal toeslaan. Misschien, gaf Pieter toe, maar als we opstaan ziet hij ons meteen. En wat dan? En als hij niet alleen komt? Ze zijn vast veel sterker dan wij. Ik weet bijna wel zeker dat ze met meer komen, zei Justus ernstig. Maar we zullen hen op hun zwakke punt aanvallen. Denk eens aan afgelopen nacht. Eerst hebben ze met een apparaat de dino laten bewegen. Daarna hebben ze de zandstraler aangezet. Ze gebruiken stroom. En om het park te vernielen hebben ze ook stroom nodig. Bob knikte heftig. Dat lijkt me logisch. Oké, stel dat het een groep boeven is. Voor de stroom brengen ze denk ik kabels mee. En dan komen ze met een auto of een vrachtwagen. Precies, lachte Justus tevreden. Ze hebben ofwel stroomkabels bij zich, of ze brengen een eigen generator mee. We hoeven alleen op het juiste moment de stroom uit te schakelen. We gebruiken hun auto als dekking. Ja, maar wie gaan ze arresteren? Protesteerde Pieter. Dacht Justus na. Zodra de stroom uitstaat, lokken we ze naar een andere plek waar ze stroom kunnen halen. En daar laten we ze dan in de val lopen. Tja, als we geluk hebben, mompelde Pieter. Maar goed, we kunnen het proberen. We moeten toch iets om Paul Pimble te helpen? Het zou jammer zijn als het park dicht moet. De drie vraagtekens haalden gereedschap uit de pick-up en groeven een gat op de plek die ze hebben uitgezocht. Dat was geen makkelijk klusje. De grond was hard en zat vol stenen. Na 2 uur graven waren ze eindelijk klaar. Ze hadden een kuil gegraven die groot genoeg was voor hun drieën. Ze dekten hem zorgvuldig af met een stuk tapijt uit de blokhut. Daarna gingen ze naar hun kamer. Vol ongeduld wachtten ze tot het helemaal donker was. Eindelijk gaf Justus zijn vrienden een teken. Voorzichtig lieten ze zich uit het raam zakken, zodat oom Titus niet wakker zou worden. En even later lagen ze in hun schuilplaats, waar het lange wachten begon.